heb ik toch een mooi, mooi beroep gekozen. Sta ik hier heerlijk met appelsieder. Want daar gaan we het straks over hebben. Er zijn een paar jongens en meiden die appels sparen en daar cider van gaan maken. En daar kun je ook een bijdrage aan leveren. Maar wat we nog meer gaan doen, dat vergeet ik bijna, want dit is natuurlijk wel heel lekker. We gaan groene daken aanleggen. En niet één, maar een boel worden er aangelegd in Gravenburg. En ik ga op pad met de medewerkster van de gemeente. Die laat mij zien wat voor energiebesparende maatregelen er al worden getroffen in de stad. En ook gaan we naar een zonnepark in Vierverlaten. Maar nu ga ik eens even weer... We zijn hier in Tilligstraat in Gravenburg en hier komen groene daken op, nou, een heleboel groene daken. Klopt. Van hoeveel huishoudens, Atje? 14. 14 van de 30 woningen die hier staan. Die doen mee? Ja. Jij wilde wel een groen dak. En toen dacht je, misschien zijn er wel meer bewoners die dat ook willen, of buurtstraatgenoten. Ja, klopt. En toen heb je via de app een berichtje. Een berichtje eruit toen... gedaan. En toen, ja, toen kwamen er enthousiaste reacties van de buren. Ja. En we zijn begonnen met 19. En uiteindelijk gaan er 14 nu een tuin aanleggen. En de daken hebben verschillende delen, zeg maar. Klopt. Je hebt het allerbovenste en je hebt slaapkamers er ergens onder. Ja, wij doen het ook zowel voor de, natuurlijk voor het groen, maar ook voor dat we temperatuurverlaging hebben. Ja. Of daar gaan we vanuit, hè, dat we minder warm slapen. Ja. Ja. Kan ik je garanderen, ja, zelfs. Hè? We staan hier in deze filosofische straat, de Tilligstraat, weet ik net, met de plantjes die op het dak gaan. Ja. Is toch mooi, hè? Dan gaat één bewoonster begint en het rolt uit over al die daken hier. Ja. Ik vind het wel ontzettend leuk dat mensen zo met elkaar dan eigenlijk daartoe bereid zijn. En wat heel bijzonder is, ze geven ook allemaal aan om zelf mee te helpen. Ja. En voor sommigen leuk, is het ontzettend zwaar, heb ik begrepen. Oh, echt, maar er ligt aan die liggen bijna in de ziekenboeg, maar voor anderen die geven geen kramp en die doen het geweldig. En deze mensen ook, die hebben dus wel meer dan 3000 kilo substraat deze ochtend al verschept. Hè. Oh, zullen ze blij zijn dat je dat even tweetjes, zegt. Misschien tweetjes, gedaan, hè. Hoor. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Kanjes. Ja. Hier staat iets te gebeuren. Hier staat zeker wat te gebeuren. Ja, er hangt een hele mooie grote vlag van Warmtestad. En deze vlag van Warmtestad die staat voor het eerste warmtenet wat in de stad Groningen komt. En dat wordt een warmtenet met diepe aardwarmte, geothermie noemen we dat. En daar worden over een paar jaar worden daar 16.000 huizen in Groningen mee verwarmd. Jee, 16.000. En echt komt hier uit de grond? Ja. Uit onze grunnige grond? Ja, ja echt onder... Ja. We zijn hier op Zernike, in het noorden van de stad Groningen. En ja, onder Zernike eigenlijk echt een heel groot oppervlakte. Is echt een hele geschikte plek om bij die laag te komen in de bodem waar die aardwarmte zit. Er gaan heel veel grote panden op Zernike gaan erop. Zernike Campus heb je de Rug en de Hanze, een aantal grote bedrijven. Ja. Die worden daar straks mee verwarmd. En daarna gaat het door naar Paddepoel en Selbert die erop zitten. En nou, afhankelijk van hoe groot het nou eigenlijk is, dat weet je pas als je gaat boren, kan het ook nog uitgebreid worden naar Vinkhuizen zelfs. Dit najaar wordt wel begonnen met de bouw, dus dan gaat hier meer gebeuren dan alleen deze vlag. En dan hopelijk kan eind volgend jaar, eind 2018, kunnen de eerste huizen aangesloten worden. Nou, dat is best wel snel. We staan onderhand in Paddepoel in de storm, wij behoorlijk. Leuk hè, ons coiffuur. Maar we staan in de Ossenhoederstraat in Paddepoel. En
hier gebeurt iets en daar weet jij ook alles van. Ja, klopt. En momenteel zijn ze is een woningcoöperatie in Paddepoel bezig met een groot project om meer dan 200 portiekwoningen om die naar label B te brengen, energielabel B. HR++ glas, ja. Dus dat is lekker dik glas. Er worden echt compleet nieuwe kozijnen ingezet. Dus dat is een flinke aanpak. Maar er wordt ook spouwmuurisolatie toegepast, waardoor de muren veel warmer zijn. En bij de kelders, daar wordt ook een isolatiemaatregel aangebracht, zodat de woningen die direct boven de kelders zitten ook een lekkere warme voeten hebben. Ah. Ja. Hey, en wat gaan de huurders ervan merken? Behalve comfort? Ja. Vooral comfort? Vooral heel veel wooncomfort, dat zal echt een heel eind schelen. Maar toch ook wel de energierekening, want die zal niet omhoog gaan. Nee, want je moet nu toch best wel de verwarming goed opstoken. En dat zal straks een heel eind minder hoeven. Dat merk je zeker in de portemonnee. Ja. Ik ben hier in de buurt Boomgaard. Hoornsemeer. Hier zijn een paar buurtbewoners heel actief deze boomgaard aan het onderhouden. Met fruitbomen en fruitstruiken en bloemen. Want er moeten natuurlijk ook bijen bij om de bloesems te bestuiven. En ik heb hier afgesproken met de jongens van Doggerland. Die maken appelsieder van appels, misschien wel van uw boom. Okay. We staan hier niet voor niks bij de appelbomen. Want jullie doen iets met appels. Ja, klopt. Inderdaad. Nou, wat doen jullie met al die appels? Straks, hè? Ja, straks. Als ze gaar zijn. Nog niet klein. Nog niet met deze, inderdaad. Nee. Straks als ze groot zijn, dat duurt nog even. Augustus, september, eigenlijk oktober is het grote gros van de appels pas klaar. Dan gebruiken we eigenlijk het overschot van appels in Groningen en omstreken gebruiken we voor appelsieder. We gaan appelsieder produceren. Ja. En jullie gaan dat nog doen, hè? Ja. Ja, maar jullie zijn al wel aan het experimenteren geweest, lijkt me. Zeker. Ja, we hebben vorig jaar hebben we x aantal appelbomen weer langs gegaan. Jurjen is eigenlijk op zoek gegaan naar appels om gewoon voor zichzelf. En toen kwam hij erachter dat het eigenlijk heel veel appels werden. Dus wat we veel zien is dat mensen een appelboom in de tuin hebben staan. Daar het eerste jaar maken ze daar dan appeltaarten van of appelmoes. Op een gegeven moment, tot hun neus gaat precies, eruit. Inderdaad. Dan komt het uit de neus eruit. Ja. En dan zie je dat ze vervolgens niet meer gebruiken en dat ze op de grond blijven liggen. Nou, wat wij willen doen is juist die mensen activeren om de appels in te komen leveren. Ja. Of dus noods komen wij de appels ophalen als het een appelrijk gebied is. En kunnen dat ook appels zijn die op de grond vallen, zeg maar, en waar je een stukje uitsnijdt? Of moeten ze echt heel goed gaaf zijn? Ja, nou, wat het wel zo is dat wat je in je cider stopt, zeg maar, aan appels qua kwaliteit, dat krijg je er ook uit. Dus we willen wel een redelijke kwaliteit qua appels. Maar goed, hier en daar een plekje wegsnijden. Nee, dat zal geen probleem zijn. Maar de echt rotte appels, die gaan er De rotte appels gaan eruit. Ja, precies. Ja. Rotte appels geven rotte cider. Wat is jullie doel eigenlijk? Ik bedoel, die cider maken natuurlijk, maar wil je echt een bedrijf beginnen? Of je bent een bedrijf begonnen, maar moet een grote distilleerderij worden? Nou, we hebben nu al het gevoel dat we al heel veel doen en al heel groot worden, terwijl we eigenlijk officieel nog niet begonnen zijn. Het doel nog steeds is om iedereen bewust te maken van wat voor moois je eigenlijk kan maken van dingen die gewoon in de achtertuin groeien. Ja. En dat, de meeste mensen, wat ik zei, weten van de appeltaart en weten van de appelmoes. Maar ook een appelsieder kun je eigenlijk op een relatief simpele manier kun je dat maken. Ja. Dus daarmee een soort van bewustwording creëren is denk ik een van onze primaire doelen. Naast een lekkere appelsieder maken natuurlijk. Kijk niet onder mijn rok, hè? Nee, jij niet, maar in de film. Henk, vertel nog eens hoe het hier zit met die lagen, wat je eronder doet. Eerst is het dakbedekking. Dit is gewoon natuurlijk de dakbedekking. Die moet goed zijn. Daarbovenop leggen we een wortelwierende laag. Dat is een folie van een halve millimeter dik zo. Ja. Daarbovenop komt over de randen komt een beschermmat over het hele dak.
En daar bovenop leggen we de drainagelaag. Oh, dit zit eraan vast. Dat zit hier aan vast. Dat is niet. Ja, nee, dit is een... dit is, okay, dus in daar bovenop komt 6,5 centimeter daktuinsubstraat. Ja. En daar komen de plantjes in. Nou, dit dak is in ieder geval klaar. Deze is alweer klaar, ja. En je hebt hem gescheiden van de buren, dus dat kan ook, hè? Dat regeltje. Ja. Maar het ziet er mooi uit, joh. En dit zijn allemaal sedumplantjes, hè? Dit zijn allemaal... Dat hoeft niet per se, toch? Dat nee, het allemaal sedum is. Op dit dak kan eigenlijk, net als hier beneden, kunnen... meestal planten we met 7-8 soorten sedums en dan een stuk of 6 soorten droogteminderende planten. Als tijm en anjers, droogteminderende planten. Oh, ja. Tijm. Anjers. Het is en duurzaam en koeler en je hoeft je dakleer niet te vervangen. Dus er waren al drie dingen die ervoor pleiten om dat te doen. En de gemeente geeft subsidie. Ja. Weet je, dus dan is het allemaal haalbaar. Ja. Jullie hebben ook gekozen voor een groen dak? Ja. Goed idee van Atje? Ja, heel goed idee. Hadden jullie, stel dat Atje niks had laten horen of wat ook, had je ooit overwogen? Nee, ik had er nooit aan gedacht. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Ik vind het gewoon heel leuk om het gewoon met elkaar doen. Dat maakt het gewoon heel leuk. Dat je gewoon nu met 14 buurtgenoten meedoet hieraan. Ja. Ja, super enthousiast allemaal. En het comfort toch een beetje bij Huffen daar. Ja, want ze waren eerst al bezig met zonnepanelen. Ja, en toen ben ik in ieder geval nog even afgehaakt. Maar nu met die groene daken dacht ik van oké, je moet bij zijn. Ja, ja. Heel goed. Ja. Panelen liggen hier nou eigenlijk? Hier ligt een mooi aantal panelen. 7777 zonnepanelen. Is dat speciaal gedaan? Om de mooie cijfer combinatie? Het kwam toevallig ook zo uit, want echt elke vierkante meter is benut. Ja. Ja, dus het is een mooi aantal. Ligt die goed vol? Absoluut. Ja. En ik heb begrepen, je kunt, ik kan hier mijn zonnepaneel laten shinen. Klopt dat? Ja, dat kan, absoluut. Laten shinen, ja. Ja. Ja, ze glimmen al mooi in de zon. Het leuke aan dit zonnepark bij de stad is dat inwoners van Groningen, die kunnen hier zelf een zonnepaneel kopen inderdaad. En dat is wel heel bijzonder, want er zijn wel meer zonneparken bij de stad die gebouwd worden. Maar dit is het enige park waar je ook echt zelf als bewoner je stroom van kunt krijgen. Ja. Eén paneel kost €350. Ja. En dan krijg je voor... krijg je de komende 15 jaar krijg je elk jaar een de opbrengst daarvan. Ja. Ja. En dan uiteindelijk kan het uit, maak je zelfs winst. Oh ja, maar dan moet je even wachten waarschijnlijk. Moet je wel even wachten. Ja. En hoe kom ik aan zo'n paneel? Stel je, ik wil die. Nou ja, zo zal het denk ik niet werken. Daar valt de meeste zon op, die wil ik. Die wil ik. Ja. Ze krijgen allemaal evenveel zon, dus dat maakt niet uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een leuk plekje wilt wat je wilt zien. Maar daar is helaas geen keuze in te maken. Nee. Maar je kunt zelf voor één paneel al kopen via de lokale energiecorporatie Gunnige Power. Ja. Ik kan haast niet wachten natuurlijk. Ja, zit er alcohol in? Ja, absoluut. Dus niet voor kinderen. Waarom zijn ze anders van kleur? Een ander soort appel? Andere mix van appel. Oh, We experimenteren veel met verschillende soorten appels en daar komt af en toe een ander mixje uit. Proberen. Oh ja, het is inderdaad zonder bubbels, want ik ken wel cider met bubbels. Ja, dit is een soort... het smaakt ook weer anders dan appelsap. Ja. Komt denk ik omdat er alcohol in zit. En dan vanaf september, oktober beginnen we met onze Apple Funding. Dus kunnen mensen appels gaan inleveren voor cider. Ja. Dus de hoeveelheid appels die je inbrengt, daar krijg je een percentage van in cider terug. Oh, dat is lekker. Ja, dat is een goede deal voor ons. Ja, ik ga ook even zoeken. Ja. Hey, en wat is het webadres? Het webadres is www.doggerlandcider.com. Oké, dat zie je op onze Facebookpagina ook wel. Ja, komt goed. Mooi zo. Nou, proost. Proost. Op jullie zaak. Ja, dankjewel.